Het was via de smartfilm en videogroep Spijkenisse dat beelden beschikbaar kwamen over het doortrekken van de metro van Hoogvliet naar Spijkenisse in 1985. Tot de 60e jaren werd open. Was met de heer Kees de Groen, oud-burgemeester van Spijkenisse, dat wij dit heugelfeit weer in de herinnering oproepen. Wanneer bent u burgemeester geworden van Spijkenisse? Dat was in 1976. En toen was er geen metro natuurlijk. Nee, dat was absoluut geen metro. Er was helemaal niet zoveel toen nog, hè? Nou, er woonden ongeveer 30.000 inwoners. En de enige verbinding, dat was de Hartelbrug met twee baantjes. En de oude Spijkenissebrug. Nou, dat was een soort kippenbrug. Want ik overdrijf nu niet. Als de twee vrachtwagens elkaar moesten passeren, dan moesten de spiegels ingeklapt worden. Nou, dat was dus absoluut volkomen onvoldoende om het te kunnen groeien. Dit was het oude tramstation in Hellevoetsluis. Het gemeentebestuur heeft toen heel duidelijk als eis gesteld, in principe bereid om een bijdrage te leveren voor de oplossing van de problemen van de volkshuisvesting. Ja, met groeikern. Ja. Maar dan wel een goede openbaar vervoersverbinding. Oh, dat is de metro geworden. En die groeitaak, dat was niet gering. In de loop van 1976 is het ministerie van Vrom een verkeer en waterstaat. Dat was al bij betrokken in verband met de doortrekking van de metro natuurlijk. Het kostte ongelooflijk veel geld. Dus beide ministeries betalen de helft. Zo'n 120 miljoen zouden ze betalen. En Vinci was daarbij betrokken. En toenmalig ook lichaam Rijnmond. Met elkaar is toen afgesproken dat Spijkenis een taak kreeg van zo'n 16.000 woningen erbij. Er waren 10.000 woningen in 1976 en dat zijn er uiteindelijk 27.500 geworden. Men had eigenlijk denkbeeldige cirkels getrokken om punten. Daar zouden dan metrostations komen. En het waren cirkels met een straal van 1000 meter. En binnen die drie cirkels, die elkaar gedeeltelijk overlapten, moesten 17.500 woningen komen. Dat is er wel wat. Maar er moest totaal in 14 jaar 16.000 woningen gebouwd worden. Nou, die eerste jaren hebben we dat fors gedaan, een fors tempo. Maar toen was de metro nog niet. Nou, 's morgens liep dat weer absoluut vast. En de metro heeft daar een geweldige oplossing voor geboden. We zien hier de bouw van de stations. Wie heeft die stations ontworpen? Is dat de vaste architect geweest van de RET? Nee, dat is er niet geweest. We hebben in de loop van 80 gevraagd aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat of een eigen voorleverendienst mochten nemen. We waren toch een beetje bang dat er al wat schoenendoosachtige stations zouden komen. Spijkenissen heeft toch al eigenlijk weinig van de woningen, geen kapitale gebouwen. En wij vonden vormgeving erg belangrijk. We hebben toen aan Karel Weber gevraagd of hij ontwerpen wilde maken. Dat is gedaan. En dat is geresulteerd in, eigenlijk, ik vind het nog steeds chauvinistisch, maar drie hele mooie stations. Vooral in het centrum. Dat is prachtig. Anderen denken daar ook zo over, want we hebben daar staalprijs voor gekregen. En dat is een Europese onderscheiding. Daar waren we best trots op. We zijn nu beland in 1985 en de metro wordt geopend. Dat moet dan een flinke dag geweest zijn. Ja, dat was een groot feest. Dat was een groot feest. Omdat beide ministeries daarbij betrokken waren, hebben we gevraagd of de minister, toenmalig minister van Verkeer, dat was mevrouw Smits, Kroes, en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, dat was mevrouw Brox, of die beide de metro wilden openen. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben dat ook met veel plezier gedaan, want ze hebben de hele ontwikkeling heel nauwlettend gevolgd. De minister van Verkeer en Waterstaat natuurlijk om voldoende gebied voor het de metro te krijgen, want het kostte toch ongelooflijk veel geld. En meneer Brox om te controleren of er voldoende woningen zouden worden. Nou, dat is allemaal mooi gelukt. Ja, en er was muziek. Wat voor mensen waren dat in Spijkenisse? Die kwamen niet allemaal uit de buurt natuurlijk. Ik bedoel de inwoners, de nieuwe inwoners. Nou, en voorop moet ik zeggen dat elke woning die gebouwd werd direct gezet werd. Er was buitengewoon grote belangstelling voor. 50% kwam uit Rotterdam, de stad zelf. 30% uit het andere gedeelte van Rijnmond en 20% kwam overal vandaan. En u kwam zelf uit? Ik kwam zelf uit Dordrecht, daar was ik wethouder. En dat moet een hele verandering zijn geweest. Ja, Dordrecht is een oude, historische, prachtige stad, vooral de binnenstad. En Spijkenisse van een klein dorpje waar een molen stond, een voorstraatje, dat had niet veel te betekenen. Dus alles was nieuw. Wat we toch wel lettend in het oog hebben gehouden, dat we geen
kidsnamaakgebouw zouden neerzetten. En hier zien we de gasten, daar loopt u zelf ook tussen, met de ketting om. Keten zeggen wij daar. Keten, neem maar. Ja, want we zijn niet geboeid. Nee. Ja, kijk, daar zie je de staatssecretaris en de minister. Met de grijpak, u? Ja, met de grijpak en mijn keten om. En mijn echtgenote staat erbij. Ja. En ik zie ook wethouder van de Pols van Rotterdam, zie ik. Ja. Henk van der Pols, die was in die tijd geloof ik burgemeester. En die vertegenwoordigde het gemeentebestuur in Rotterdam. Want het is natuurlijk de verbinding tussen Hoogvliet, dat is Rotterdam, en Spijkenisse. Ja. En dat is staatssecretaris Broks, nu burgemeester van Tilburg. Nee, hij is met pensioen. Is hij met pensioen? Sinds kort, ja. Want hij is opgevolgd door Johan van Stekelenburg. Dat is waar. En nadat hij geopend werd, heeft hij voldaan de verwachtingen die mee te hebben? Ja, absoluut. Er is ongelooflijk veel gebruik van hem nog steeds. Ik weet natuurlijk niet hoe het op dit ogenblik is, maar ik neem aan dat hij steeds een belangrijke functie zal blijven vervullen. Ten meer ik gelezen heb dat er mogelijk staat dat er een verbinding komt met Schiedam. En dat zou voor Spijkenisse helemaal ideaal zijn, want dan heb je de metro en rij naar Schiedam en zo kom je in Haag terecht. Want Haag is ook een leuke stad. Waar woont u nu? Ja, inderdaad. Ja. 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 Waarmee ik niet ten nadeel van Rotterdam wil zeggen, want Spijkenisse die hebben altijd geprofiteerd van de belangrijke dingen in Rotterdam. Het uitgaansleven, grote markten, winkelapparaat. Dat zijn allemaal belangrijke dingen geweest. Rotterdam betekende voor Spijkenisse ook cultuur. Aan de metrolijn kwam er een einde aan de busverbinding tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Met als knelpunt de Spijkenisse. Natuurlijk ook een ingrijpende bouw. Het was niet eenvoudig, zo'n tunnel onder de Oude Maas moest sluiten. Is dat daar allemaal ter plekke gebouwd? Of hoe is dat? Nou, de zinkstukken, er zijn zes segmenten waren er. Die zijn gebouwd op een eiland, Brienenoord. Ja, ben er wezen kijken, ik was daar zo verbaasd over de geweldige techniek. Want behalve een horizontale kromming, was er ook een verticale kromming. En alles moest op de millimeter kloppen. En toen die zinkstuk daar werd aangelegd, het laatste stuk, toen klopte dat ook op de millimeter. Fantastisch. Maar behalve dat, de hele infrastructuur naartoe moest, dat betekent ook heel wat. Er waren ook in Spijkenisse tal van actiegroepen die bezwaar maakten. Want het zou lawaai betekenen, en rukte en gevaar. Maar hij is op palen komen te staan. Wat ik een verrijking vind van de structuur van Spijkenisse. Het is een fraai gezicht. En er zijn schotten gebouwd waardoor het lawaai eigenlijk, of de hinder althans, minimaal is. Het zootblok, welk aan het begin van de film in beeld werd gebracht. Hier duiken we de tunnel in, geloof ik. Staat om een metrotrein met een snelheid van 50 km per uur op te vangen. En de energie geheel. En dan komen we er weer uit. Precies, ik zie niet aan welke kant. Ja, dit is het centrale station in Spijkenisse. Wat er zijn in totaal drie stations? Drie stations, ja. De Akkers, Centraal Station en. En de Heemraad. De Heemraad-Singel. De Spijker is nu een beetje af. In uw ogen. Een stad komt nooit af. Nee, hè? Dat is zo. Maar en ik heb gehoord dat er nog plannen zijn. Spijkenisse is een zogenaamde Finex-locatie of Finac. En daar zouden nog een enkele wat duizenden woningen gebouwd moeten worden. Ik weet dat men nog steeds plannen heeft betreffende de stadspoort. Daar moet toch ook iets mee gedaan worden. En ik hoop dat dat gaat lukken. Is dit trouwens? Dat is de opening van het station van de Akkers. Daar komen we aan. Daar beneden, daar is een winkelcentrum. Dat is heel fraai aangelegd. Bovenstap is uit, je loopt de trappen af. En je kunt ook met de lift en zo weer in de winkel terecht. En dat is hier. Ja, dat is de minister. Mevrouw de minister. Ja. En die ZWN-diensten, die zijn toen van opgeheven, zeker? Een aantal lijnen wel. Of een aantal, ik denk dat de frequentie van de bussen wat minder is geworden. Maar wat ook voor ons erg belangrijk was, dat de directe omgeving het centrale punt werd voor alle lijnen van de RTM, van alle bussen. De bewoners van deze regio zijn er
echt blij mee. Voor burgemeester Kees de Groen, bij wie het hart weer opging na het zien van deze beelden van zijn geliefde Spijkenisse. Dit is